Zo, we zijn weer terug bij onze flight crew. Co-pilot Joy en captain Jelle. En we hebben zojuist de approach briefing gedaan en we zijn op weg naar baan 12 left van Dubai. Het is goed weer, lekker rustig in de lucht. We hebben misschien wat ander vliegverkeer waar we rekening mee moeten houden, maar dat horen we, zien we dan wel. Wordt het een stuk heftiger. Tot dusver is het allemaal uitstekend gegaan, dus ik verwacht eigenlijk ook alweer een bijna goede landing van onze flight crew. Ik wil niet dat hij constant daalt. De 140 passagiers die we bij ons hebben, voorzichtig, weten overigens niet dat dit de allereerste vlucht van hun bemanning is. Goed. Misschien maar goed ook. Totdat er een stal hoort. Maar eigenlijk zou je niet zeggen dat dit hun eerste vlucht is. Want je ziet dat we dat ze behoorlijk rustig in de lucht hangen. Nou, precies wat het wordt. De stippenlijn aanhouden. De stippenlijn aanhouden. Blijf nou die bocht maken, die klopt. Ja, daarom dus. Kijk, als ik hem nu uitlijn, maar dan zit je er rechts naast. Snap je? Dit is. Kijk goed naar de stippenlijn waar hij begint. Je wil dat die stippenlijn eindigt bij de baan zelf. Ja, kijk, als je nu dus rechtuit gaat, dan kom je op die stippenlijn uit, niet dan? Ja, dat is de bedoeling. Ja, maar nu gaat hij afgebogen. Nu loop je. Ja, haak je in op de lijn. Ja, uiteindelijk kom je er dan op in. Dat de iOS hem dan te pakken krijgt. Ja, dus we gaan nu naar 2000 voet. De snelheid moet je even in de gaten houden. Ja. Volg wat power toe. Ga maar zo, joh. Afstand 23 knopen per mijl. 70 knopen gaan we. 71. En we gas iets af. Ja, gaat nog goed. Sparen, ja, dan kun je dit in je kamer installeren. We zijn aan het stijgen. Lekker rustig in de lucht, geen andere vliegtuigen. En we gaan een klein beetje naar links vliegen. Zodat we echt in de richting van die witte meer en in de richting van die witte stiplijn vliegen. Hoogte is prima, snelheid is prima. Joy, hier voor je op je main panel zit een knopje. En kun je dat in stand 2 zetten? Ja, prima. Dat schakelt het remsysteem actief. Voor je zitten hier die speedbrakes. Ja. Die moeten met dat balletje bovenop de stand armed gezet worden. Dus moet je een schuin naar boven trekken, dan zie je dat pinnetje hier aan de zijkant. En dat zet je bovenop arm. Dan tikkelt je meer bij een kant. Ja, prima. Dan gaan de speedbrakes straks automatisch. Of meer vocht naar links of zo houden? Zo houden. Op een gegeven moment zie je dat landingsbaansymbool op je scherm. Hier. Ja, zie je naar rechts gaan schuiven. En op het moment dat dat gebeurt, ga jij een bocht naar rechts maken zodat je bovenop die windstippenlijn terecht komt. Ja, oké. Okay. Gaat goed. Perfect. Oké, okay, dank je. Geen verkeer, geen Porsche Carrera waar je tegen gaat vliegen. Nog niet. Oké. Okay. Lijkt dat het symbool gaat komen, denk ik. Ja. Zodra het diamantje wat je onder in je scherm ziet donker wordt en naar rechts gaat bewegen, moet jij naar rechts draaien. Die nou roze is? Ja, dat roze. Oké. Okay. Op een gegeven moment wordt je donker en dan ga je meteen naar rechts draaien. Ja.
Ga maar naar rechts draaien, zie je dat? Ah, daar is het anders ook stevig naar rechts draaien. Hou om 2000 voet, heel netjes. Naar midden houden? Nee, blijf naar rechts draaien. Ja, je mag je stuur wel een beetje aan het midden zetten om die bocht niet al te steil te laten worden, maar we blijven in een bocht hangen. Ja, omdat dat icoontje door het midden heen ging. Stippellijn blijft door. Ja, dus je moet nu iets verder naar rechts draaien dan die witte stippellijn aangeeft, want we zitten iets te veel aan de linkerkant van die witte stippellijn. Okay. Nou, dus dat komt zo meteen in zicht. Ja. De afstand moeten we in de gaten houden, die is nu 12, ik kan het nou goed zien, 8 mijl. Bij 8 mijl, Joy, gaat het landingsgestel naar beneden. Dus het 8 mijl is. Naar achter trekken en omlaag. Ja, 8 mijl daar. Mijn kant op trekken en dan gaat die naar beneden. En de flaps gaan dan ook in stand 15. Ja, flaps 15. Ja. Nog verschillende snelheden. Oké, deze heading die je nu hebt is goed. En je ziet dat het diamantje weer naar het midden aan het schuiven is. Zie je dat? Ja. Dat betekent dat je nog even zo moet blijven doorvliegen. En als hij in het midden is, draai je heel langzaam bij in de richting van 121, 119 graden. Kun jij, Choi, heb jij nog... Ik zie dat daar niet door. Snel, het is een beetje aan de hoge kant. Ja. Een beetje terug. Hier zit ook nog een knopje waar je wat mee moet. Zie je dat hiervoor op dat paneel? Hier staat nog 118 en dat moet 119 worden. Het gaat goed. Zometeen gaan jullie de lichten van de baan zien. Je ziet ze hier eigenlijk al heel vaag, hier voor je. En we moeten de linkerbaan hebben. Dan heel licht bijdraaien naar links. Haal hem maar uit de bocht weer. 0,6. Haal hem maar uit de bocht. 5, ja. Hou je 2000 voet vast, het gaat goed. Eerste laps of eerste keer. Dan gaan we er langs toch, of niet? Ja? 8.0. 8.0. Landingsgestel naar beneden. Ja. 12 links, is die links? Oké, rustig. Oké, haal hem maar even uit de bocht. Zo, dan ga je in de richting van de baan vliegen. Je zit recht voor de baan, Jelle. Als de baan rechtop gaat, raakt uit koers. Hou je 2000 voet vast. Voor mij zit ik er rechts naast. Wat lijkt kun je even die trimschakelaars 1 seconde naar beneden? Ja, oké. Je moet nu naar rechts vliegen. Oké. Het diamantje staat ook iets rechts van het midden, maar niet zo heel veel. Oké. Snelheid. Zometeen gaan we de... Hou je hoogte vast, hou je hoogte vast. Je bent aan het dalen. Doe nog maar 1 seconde die schakelaars naar beneden. Dat voorkomt dat je dus te vroeg gaat dalen. Gewoon deze hoogte vasthouden. Deze hoogte vasthouden. Snelheid wordt 160. 160. Iets meer naar rechts gaan vliegen, want dan kom je recht voor de baan. Hou je hoogte vast, hou je hoogte vast, hou je hoogte vast, want je bent te vroeg aan het dalen. Okay. Flaps gaan nu in stand 30. Kijk naar dat naaldje, hij zit erop. Flaps gaan in stand 30. 30. Ja. Zo. En de snelheid wordt 142, dat is jouw target speed. 1-4-2. Nu de neus naar beneden. En dan ga je met ongeveer 700 voet per minuut omhoog, omlaag. Meer naar rechts, zodat je rechter voor de baan komt. Het is een heel vertekend beeld hier. Ja, valt wel mee, meer naar rechts. Rustig, beeld het in. Meer naar rechts. Neus een beetje omhoog, anders zak ik te hard. Zo blijven vliegen, deze kant op. Oh ja, gaat perfect. Gaat heel goed. Kun jij die schakelaar bij de knie van Jelle naar beneden doen? Duizend naar beneden. Ja, oké. Okay. Dalen nu. Ja, blijf dalen. Blijf naar de baan vliegen en stuur een klein beetje naar rechts. Klein beetje naar rechts. Klein beetje naar rechts. Oké. 1000. We dalen snel. Hoor je die mannenstem die hoogte afroepen? Die zei net 1000. Ja. 800 voet. Als we heel dicht bij de baan zijn, Joy, dan hoor je die mannenstem zeggen 50, 40, 30, 20. Bij 20 haal je het gas helemaal dicht. Helemaal naar achter gewoon? Ja, gewoon naar achteren. En je houdt ze met je rechterhand, hou je ze dicht.
En zodra de wielen de grond raken, ga je met je linkerhand die twee kleine gashendeltjes aan de voorzijde omhoog halen. Als ze de grond raken? Als de wielen de grond raken. Oké. Okay. Nou, Jelle stuurt op 500. Heel erg mooi. 400. Daar gaan we dan. Ja, ik mik hem uit dat hij dwars al ligt hoor. Ja, rustig, rustig. Je vliegt hem heel goed, Jelle. Heel stabiel. Heel netjes. Niet de neus te veel omhoog. Niet de neus omhoog. Niet de neus omhoog. Zo blijf het aan. Houd de horizon op deze plek. 100. Blijf dalen. Blijf dalen. 50, 40, 30, 20. Heel goed, zo houden we de horizon. Niet de neus omhoog, niet de neus omhoog. Hij zakt vanzelf naar de baan. Prachtig op de centerlijn. En nu gaat die omhoog. Ja, en dan zijn de reversers actief. Stuur met de pedalen. Stuur met de pedalen. Pedalen. Ja, help hem maar. Joy. Ja, ja. Niet met je stuur sturen, want dat heeft een aardrecht. Niet sturen met je stuur. Ik stuur niet. Nee, pedalen. Juist. En de bovenkant van je pedalen indrukken betekent dat je gaat remmen. Ja, ik doe niks, hè? Nee. Alleen de bovenkant. De twee kleine gashendeltjes kunnen weer terug. Juist. Wij brengen maar tot stilstand. Oh. Jongens, dit was echt een hele mooie landing. Oké. Eventjes aan de tijd. Dit hè? Ja, dit is heel vertekenend. Ik bedoel, als je hier zit, je hebt het idee dat je aan het driften bent. Nee, dat komt omdat je je verdwijnpunt, wat je normaal rechts voor de ruit voor je uit hebt, moet je vanwege de projectiescherm, moet je een beetje naar links verleggen. Dus je moet je inbeelden dat het verdwijnpunt niet meer hier zit, als je recht vooruit, maar hier zit. Ja. Ja, je moet je voorstellen dat je naar een plaatje kijkt. En dan komt het wel goed. Dan zie je wel dat je er recht voor bent. Lijkt echt alsof voor je gevoel zit je er scheef voor. Ja, ik had die lijn ook wel een beetje in de gaten gehouden. En dan... Nou, je ziet dat. Dat werkt heel goed. Ja, maar ja, op het moment dat je naar buiten kijkt, ja, je zat zo mooi op die centerlijn. Oh, het ging perfect, hè? Oké. Okay. Perfect. Nou, heb je het een keer meegemaakt. Ja. Hallo. Ik maak nog een statieportret van jullie met z'n allen. Ja, jij bent helaas, zal niet meer aan vliegen toegekomen. Dat is wel jammer misschien. Ja, maar hij is senior captain, hij was observer nu. Aha, ik zet hem even terug op de beginsituatie. We zijn gewoon trainees, hij is een senior. Dan kan ik een mooie foto van jullie met z'n allen maken. Dit mag je meenemen, ik heb er twee van. Het is misschien leuk om thuis nog een keer te bekijken hoe we dat nou gedaan hebben. Dus hier, dit kun je thuis in principe ook vliegen. Even kijken. Zo,